Wat hebben wij als laatste behandeld, beste aanwezig? Sorry? Halfzussen van vaderskant. Dus l'akhawat li'ab. L'akhawat li'ab, toch? We hebben het gehad over... We zijn dus gekomen bij ashab al-furud, oftewel de erfgenamen met een bepaalde erfdeel. We hebben gezegd, erfgenamen kunnen we algemeen in twee categorieën verdelen. Erfgenamen die een bepaalde erfdeel krijgen, die Allah subhanahu wa ta'ala voor hun heeft bepaald in de Koran. En ashab al-asaba, de erfgenamen die Allah subhanahu wa ta'ala geen bepaalde erfdeel heeft bepaald. Geen erfdeel heeft bepaald. Dat noemen we ashab al-asaba. En voor de verduidelijking, dat Allah subhanahu wa ta'ala niet heeft bepaald, dat zij een bepaalde erfdeel krijgen, houdt niet in dat het weinig is. En het kan soms zelfs veel meer zijn dan wat de erfgenamen krijgen die een bepaalde erfdeel krijgen. De erfgenamen die een bepaalde erfdeel krijgen, ashab al-furud, we zijn bijna klaar mee. We hebben, als het goed is, 10 erfgenamen behandeld. We hebben het gehad over zoja, de echtgenoten. We hebben het gehad over al-om, de moeder. We hebben het gehad over al-ab. We hebben het gehad over al-jad, al-jadda. De opa en de oma. We hebben het gehad over al-akhawat al-shaqiqat, de volbloedzussen. We hebben het gehad over al-akhawat li'ab, de halfbloedzussen van vaderskant. En we zijn dus vandaag gekomen bij het laatste. En dat is awladul om. Oftewel al-akhawat of al-ikhwa li'um. Oftewel halfbloedbroer zussen van moederskant. Dus halfbloedbroer zussen van moederskant. Soms in het Nederlands is het best wel moeilijk te vertalen bepaalde termen. En in het Arabisch zeg gewoon achli om, of ochtli om. En een beetje gelijk over wie het gaat. Hetzelfde met in het Arabisch met bijvoorbeeld tante of oom. Ja, in het Arabisch zeggen we am. Dan weten we gelijk van het is de oom van vaderskant. In Nederland moet je dat specificeren van het is mijn oom van vaderskant. In het Arabisch zeg je am. En als het van moederskant is, zeg je al-ghaal of al-ghala, yani, oom van moederskant of tante van moederskant. We zijn dus gekomen vandaag bij het laatste van de erfgenamen met een bepaalde erfdeel. De awladul-om, oftewel de halfbloedbroer en zussen van moederskant. Misschien kan ik beter zeggen van awladul om. Ja, niet anders moet ik langzinnig gaan maken. Van awladul om is het makkelijker. Awladul om. Ja, niet erven niet bij de aanwezigheid van al-furu'. Oftewel wanneer er nakomelingen zijn van deze overledene, dan erven ze niet. Wanneer er nakomelingen zijn van deze overledene, dan erven awladul om niet. Nogmaals voor de duidelijkheid, we hebben het nu over de halfbloedbroer en zussen van moederskant. Ook erven ze niet wanneer er wanneer de vader of vaders
aanwezig zijn. Van deze overledene. We kijken dus altijd vanuit het oogpunt van de overledene. Als er een vader of opa, dan zeg ik vaders, als afkorting. Wanneer er vaders aanwezig zijn, dat betekent de erfenis voor de half, voor de ouladul erom, komen te vervallen. Dus we hebben het over al-kalala. Al-kalala, zoals het wordt vertaald bij ons geleerden. En men la walada lahu wa la walid. En die geen kinderen heeft en geen vader. Of vaders, beter vertaald. Dus geen vader, geen opa enzovoorts, overgrootvader. En het bewijs daarvoor is: wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. Dus nogmaals, en hun recht op erfenis van ouladul om komt te vervallen bij de aanwezigheid van nakomelingen of van vaders. En simpel gezegd. En de grootte van de erfenis, hè, wanneer er één is van deze ouladul om, of nou of een mannelijke geslacht is, of een vrouwelijke geslacht, is een sudus, is een zesde. Er wordt dus hier geen onderscheid gemaakt tussen het mannelijke en vrouwelijke geslacht. Dit is in principe ook... de enige kwestie waar geen onderscheid wordt gemaakt tussen het mannelijke en vrouwelijke geslacht. Dus als het een half zus is van moederskant en ze erft ze 1/6. En ze ook van mannelijke geslacht, als er één halfbroer is van moederskant en hij voldoet aan de voorwaarden, en dan erft hij ook 1/6. Mocht er meerdere broers en zussen zijn, halfbroers en zussen zijn van moederskant, dan erven ze samen 1/3. In kanu akthar min dhalika fahum shuraka'u fi thuluth. Wanneer er meerdere zijn, er is een mengsel tussen het mannelijke en het vrouwelijke geslacht onder deze halfbroers, halfbloed broers en zussen van moederskant, dan erven ze gezamenlijk 1/3 die ze op een gelijke wijze moeten verdelen. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. Dit was het in principe als het gaat om ouladul om. En hier is het begreep. Zijn er vragen over? Dan kun ik de sommen, de vragen, op het bord zetten. Als er vragen zijn, dan kunnen die gesteld worden, inshallah. Zijn er vragen, beste broeders? Als er geen vragen zijn, dan... kunnen we kijken of jullie het hebben begrepen. Al iemand is komen te overlijden. En hij laat een eb achter, een vader achter. En een ach li om. Hij laat een half bloed broer van moederskant achter. Dus half broer van moederskant. Half broer van moederskant. Iemand komt te overlijden. Hij laat een vader achter, een eb en ach li om. Half broer van moederskant. En niet, wat erft de vader en wat erft de halfbroer van moederskant. Wat is dat dan? Vader 1/3. Vader 1/3. Oom niks. Er is geen oom. Die halfbroer van moederskant. Dus erft niks. En dan voor de rest krijgt hij de baki. Wie krijgt hij krijgt de baki? Wie is het mee eens? Hij krijgt 1/6. Jij zegt hij krijgt 1/6.
van haar broeder zegt 1/6. Want dan krijgt de vader de rest. De rest heeft geen antwoord, denk ik. We praten hier over yani al-kalala. Het gaat om een casus yani waar geen kinderen zijn en geen vader of vaders. Als een van die twee aanwezig zijn, dat betekent dat de erfenis komt te vervallen voor Aulad al-Om, waaronder de halfbroer van moederskant. Dus inderdaad, yani, hij erft niks door de aanwezigheid van de al-Ab, van de vader. Maar hoe kom jij aan 1/3? Waarom erft de vader 1/3? Oké, heb je daar ergens op, staat daar ergens op geschreven? Of heb je dit uit jezelf niet? Nee, dat is wat ik heb onthouden. Ja. Een vader, ja, niet, die erft geen 1/3. Een vader erft 1/6. Hij erft 1/6. Een moeder kan inderdaad 1/3. Ja, niet erf. Maar een vader die erft nooit 1/3. En het is of 1/6 of veel meer dan 1/3. Maar het is niet bepaald. Dus het is gewoon simpel gezegd. De vader krijgt gewoon al-baqi. Gewoon de rest. Hij krijgt alles. Hij krijgt gewoon alles. Dus vaak doen we gewoon al-baqi, gewoon de rest. In dit geval is het alles. Ja, dus het is eigenlijk. Soms is het inderdaad hetzelfde. Maar we moeten altijd de richtlijnen volgen van Allah subhanahu wa ta'ala. En ook al komt uiteindelijk de conclusie is hetzelfde, alsnog yani, mag dat niet. Sharaan. Dan is het alsof die eindberekening komt dan hetzelfde. Maar het is alsof jij dan met een eigen zeg maar, regel en wetgeving komt die Allah subhanahu wa ta'ala niet heeft gegeven. In principe schrijven we 1/6 en dan berging. Zeg je gewoon berging in dit geval? 1/6, dat is wanneer er kinderen aanwezig zijn. Wanneer er kinderen zijn yani van de overledene. En dan krijgen de ouders allebei 1/6. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولدا. طيب. Gaan we tweede casus. Iemand komt te overlijden en hij laat een dochter achter, al-bint, een ach li'om, een half broer van de moederskant en al-am, en een oom van vaderskant. Dus hij laat al-bint, een dochter, ach li'om, een half broer van de moederskant en een oom am. Wat erft deze erfgename? Wat erft de dochter als eerste? Heeft daar antwoord op? Een zesde. Ja, een dochter erft nooit 1/6. Een vierde? Nee, 1/2 of 1/4, in dit geval 1/2. Of, zei je? Ja, in dit geval is het 1/2, maar in ander geval zei je? 1/4. Nee, nooit. 2/3. Het is in dit geval 1/2. Waarom 1/2? Omdat ze alleen is. En ach, li'om, de half broer van moederskant. En onthoud de casus waar wij het over hebben. En wanneer erft een half broer van moederskant? Is er geen nakomelingen? In dit geval erft hij wel. Zo simpel is het.
in dit geval yani, erft de halfbroer, de halfbroer van Muskan niets. En de oom? El Baqi, de rest. Waarom krijgt hij de rest? Waarom krijgt de oom de rest? Ja, maar ja, ik ben een half of een kwart antwoord gegeven. صحيح لكن يعني عن حديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه يعني ألحق الفرائد بأهلها. Dus wij moeten eerst voor zorgen dat de erfgenaam met een bepaalde erfdeel, dus al faraid, moeten wij eerst aan de erfgenaam geven. En ashab al faraid, ashab al furud, dat is in dit geval de dochter en ook yani de half bloed. De halve broer van Muskan, behalve dat hij hier geen recht heeft. Waarom? Omdat de dochter aanwezig is. En al-am behoort niet tot ashab al-furud, maar behoort tot ashab al-asaba. Dus tot de oom van vaders kant behoort tot degene die een onbepaald erfdeel hebben. Dus in dit overlevering zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Al-hiqu al-fara'ida bi ahliha, fama baqiya fa huwa li awla rajulin dhakar. Dan is het voor de eerste rechthebbende man. De eerste rechthebbende man in dit geval, in deze casus, is de oom. In oorsprong is het eerst van al-Benuwa, van de kinderen. Dan vervolgens al-Abuwa, van de vaderskant. Vervolgens al-Ughuwa. En al-Umuma, yani, van de oom, die komen als laatste. Dus omdat de anderen hier niet aanwezig zijn, behalve deze die geen recht heeft door de aanwezigheid van de dochter, komt de oom dus een aanspraak voor de erfenis. Hij krijgt dan de rest. Hij krijgt dan de rest, al-Baqi. Zo zie je dat hij best wel groot aandeel heeft. Het is niet bepaald, maar als je gaat uitrekenen op een gegeven moment, is dat ook de helft. Dan gaan we naar de laatste. Iemand is komen te overlijden en hij laat een oom achter. Een moeder. En ach, li oom, half broer van de moederskant. En ocht, li oom, een half zus van de moederskant. En ach, shaqiq, de volbloed broer. De volbloed broer. Volbloed broer of de broer van zo'n vader en moederkant. Moederskant. Tayyib. Of hoe erft de moeder in deze casus? Of hoe erft de moeder? Sudus. Mee eens? Een derde. Thuluth. Wat zijn dus meningsverschillen onder de broeders? Inderdaad, ze kan een derde erven en ze kan een zesde erven. Maar er zijn voorwaarden aan verbonden. Ze erft een zesde als er kinderen aanwezig zijn. Ze erft een derde. Of ze erft, ja, ze erft een zesde is het, je hebt gekeken. Kijk, dan stel ik gelijk de vraag, waarom een zesde? Omdat? Omdat er meerdere broers aanwezig zijn. Ja toch? Meerdere. Ja. Als er één, nee, als, laat ik zo zeggen, als er meerdere, als er twee of meer broers of zussen aanwezig zijn, dan komt haar erfenis van een derde te vervallen, dan gaan ze naar een zesde. Dus omdat er hier meerdere broers zijn en zussen. Kijk, er zijn al drie broers en zussen. Dat betekent dat ze geen aanspraak meer maken op een derde, maar op een zesde.
طيب. Wat is de erfenis van half broer van moederskant en half zus van moederskant? En heb je nog een volbloed broer? Wat is de erfenis? Laten we beginnen bij deze twee. Misschien heb ik dan al een antwoord gegeven. Of een aanwijzing gegeven voor het antwoord. Maar wat is de erfenis van een halfbloed broer van moederskant en halfzus van moederskant? Wie krijgt de sudus? Allebei. Het is ja en nee, maar er moet iets anders gezegd worden als eerst. Wat zei je? Ze erven niet? Nee, wat erven ze? Wat erft een halfbloed broer van moederskant en een half zus van moederskant? Waarom krijgen ze niets? Van een derde bij meerdere personen, een derde. Dat is het. Ze krijgen een derde samen. Ze krijgen een derde samen. En dat moeten ze verdelen. Hoe moeten ze dit verdelen? Sorry? Ja, wat je net zei, een zesde. Ja, en dan zei ik, het antwoord is juist uiteindelijk. Iedereen krijgt een zesde. Maar je moet zeggen, ja, niet eerst, ze krijgen een derde samen. Want als er meerdere halfbroers en zussen zijn van moederskant, dan krijgen ze ook samen een derde. Dan komt het niet tot een zesde per erfgenaam. Wat krijgt een acht shaqiq? Al-baqi, de rest. Ik hoop dat het misschien is het een beetje nieuw voor velen. In geval als dit de eerste les is in het erfrecht, dan is het best wel lastig. We zijn dus hierbij aan het einde gekomen van Ashabul Furud. En dit moet je in principe over kunnen dromen. En het is moeilijk, we hebben gezegd, erfenis bestaat uit twee categorieën. Yani, de eerste categorie is meer al-fiqh. En volgens hebben we het over al-hisab. Ik heb gezegd, yani, de scholen en zelfs de faculteiten hebben het alleen maar over de eerste categorie, over fiqh. Barf als je kulia sharia ingaat, dan krijg je alles mee. Nou, voordat we met het tweede gedeelte kunnen beginnen, moet het eerste gedeelte veel beheerst zijn. We hebben nu 75% gehad van het eerste, ongeveer. En we gaan nu het hebben over Ashab al-Asaba, de erfgenamen die geen vaste erfdeel, met onbepaalde erfdeel. Jullie hebben nooit een toets gehad, behalve op deze manier dan. Maar volgende week, inshallah ta'ala, krijgen jullie een toets. Ik krijg 10 vragen over Ashab al-Furud. Jullie moeten wel een 8 halen. Eigenlijk een 9. Want als je één fout maakt, op een gegeven moment, als we bij de tweede categorie zijn gekomen, en één som kan soms kwartier duren, of 20 minuten duren. Dus als je een fout maakt in het begin, betekent dat de hele som fout is. En de leraren op de faculteit hebben geen genade. Je kan gewoon zakken het hele semester om één vak. Ik krijg maar een paar vragen.
Er zijn een aantal regels met betrekking tot deze bepaalde erfdelen. Dat is belangrijk om te weten dat de bepaalde erfdelen. Dus kan ik weghalen, hè? Kijk, wat we nu, zeg maar, alle delen hebben behandeld van familierecht, behalve het erfrecht, ja, en daar hebben we ook meer tijd over. Om hier aandacht aan te schenken, aan het erfrecht. In principe, niet betreft de bepaalde erfdelen, zijn er, gewoon simpel gezegd, zes. Zes bepaalde erfdelen. En het is heel makkelijk te onthouden op deze manier. Ja, niet. Het is 1 tweede. Wat is de helft van 1 tweede? 1 vierde. De helft, de andere. Wat is de helft van 1 vierde? 1 achtste. 1 achtste. We hebben nu hier 3 opgenoemd. 1 tweede. De helft van 1 tweede is 1 vierde. De helft van 1 vierde is 1 achtste. Dan beginnen we weer met 2 derde. De helft van 2 derde. De helft van 1 derde. 1 zesde. Want dit zijn dus de erfgenamen met een bepaalde erfdeel. Dit is duidelijk, inshallah, toch? Een simpel. Want deze erfdelen, deze zes erfdelen, kunnen in één kwestie zich begeven. En er kunnen 2 of 3 van deze bepaalde erfdelen kunnen zich bevinden in 1 casus. In 1 casus. Behalve 1 achtste kan zich niet samen voordoen met 1, met bijvoorbeeld 1 vierde. Dat gaat niet samen. En de reden hiervoor, wie krijgt 1 achtste? Ja, echtgenote, zoja. En een zoja, wanneer ze 1 achtste krijgt, dat houdt in dat er dus kinderen zijn. En het gaat ook niet gepaard met 1 derde. Want 1 derde, dat krijgt een moeder. Wanneer krijgt een moeder 1 derde? Wanneer krijgt een moeder 1 derde? Dat is wanneer er geen kinderen zijn. Dus als er geen kinderen zijn, dan kan het niet zo zijn dat de echtgenote, die 1 achtste is, heeft. Laat ik het even zo zetten. Dat is wat makkelijker. Bijvoorbeeld, laat ik deze nemen. Zoja is 1 achtste. 1 derde is een om. Ja, dit gaat niet samen. Dit klopt ook niet. Want als Zoja, oftewel het echtgenoot, 1 achtste krijgen, betekent dat hier kinderen moeten zijn. Bijvoorbeeld, Ibn. Een zoon. Dan pas krijgen ze 1 achtste. En een moeder, die krijgt geen 1 derde, omdat er kinderen aanwezig zijn. Die krijgt dan 1 zesde. Dus daarom gaat 1 derde en 1 achtste niet samen. Is het tot zover duidelijk? Wat is de eerste stelregel? Dit gele gedeelte, wat omcirkeld is, de 1 zesde en 1 tweede. Of laat ik het zo zeggen. Ja, niet deze 6 bepaalde erfdelen. 1 tweede, de helft daarvan en de helft daarvan. 2 derde, de helft daarvan en de helft daarvan.
En die kunnen zich niet meerdere malen voordoen in één casus. Behalve 1/6 en 1/2. Dat kan wel. Dat kan zich wel meerdere malen voordoen in een casus. Kijk, nu is het misschien niet 1, 2, 3 van belang voor jullie om dit te weten. Maar dit is wel van groot belang tijdens een toets. En in een toets hebben wij soms bijvoorbeeld erfgenamen met 8 erfgenamen. Dan als jij van die stelregels kent uit je hoofd, dan zie je al van, hé, ik doe iets verkeerds. Ik doe iets fouts. Dus het weten van deze stelregels is echt van groot belang. Voornamelijk als je tijdens een toets voor je examen. Dat is van groot belang om zulke stelregels te kennen. Hoeveel erft een echtgenoot? Hoe kan hij erven? De helft. Ja, in dit geval is het 1/2. Wie kan nog meer de helft erven? Nee. In dit geval niet. Want dan zou hij geen helft krijgen. Al-ocht al-shaqiqa. Ocht shaqiqa. Als er geen, ook in al-kalala, er zijn geen kinderen en er zijn geen vaders, die kunnen ook de helft erven. En 1/6. Ja, moeder, als een kinder heeft. Al-om. En wie nog meer? Moeten we het zo laten? Waarom niet? Het klopt dat een moeder 1/6 kan krijgen als erfenis en een half broer 1/6. Maar als er meerdere zijn, dan moet het gelijk. Ja, maar moet ik het zo? Is dit een juiste casus? Deze? Wat hier staat? Klopt deze casus? Er moet dus een kind zijn. Anders klopt hij niet. Dan ga je eerder denken aan een dochter. Aan een dochter. Waarom niet zo? Ja, maar hij zei van er is een kind. Hij zei er is een dochter. Toen zei ik van waarom niet een zoon? Ja, oké. Okay. Dus je kan ook zoon doen? Als er zoon is, dan zou die... Vertel, ja. Zit? Dan zou die, hoe je dat? Die om? Die komt te vervallen. En daarom moet hier een dochter zijn. Dat is toch bij de vader? Bij nee, ik... Wacht even. Ja, klopt. In deze casus mag ook geen dochter zijn. Want als zo'n dochter is, dat betekent dat deze ach, die oom, de halfbloed, ook komt te vervallen. Dus hij heeft slechts recht. Ja, hij heeft slechts recht op erfenis als er geen nakomelingen zijn. Want dan klopt dit ook niet. Hij om. Want wat moet hier dan komen? Wat denk daarover na? We komen straks op terug, inshallah.
derde al-qa'ida, de derde regel. En de derde stelregel. De derde stelregel betreft de mannelijke erfgenamen. De mannelijke erfgenamen, niemand van hen krijgt een bepaald erfdeel. En nogmaals, een bepaald erfdeel die Allah subhanahu wa ta'ala heeft bepaald. De hoeveelheid, de grootte van de erfenis. En dat is een van die zes. Er zijn slechts enkele mannen voor wie Allah subhanahu wa ta'ala een vaste erfdeel heeft bepaald. En dat is echtgenoot. Dat is de eerste. En ach li'um, dat is de tweede. De halfbroer van de moederskant. Dat is de eerste. Wie weet het? Wie ze mocht schrijven, maar... Ja, geval, er zijn enkele die een bepaald erfdeel hebben gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala. Onder de mannen. Wie zijn deze mannen? De eerste wat we hebben gezegd is echtgenoot. Zoos. En de tweede, halfbroer van moederskant. Al-Achli-Om. En de derde en de vierde is de vader en zijn vader, de opa. De vaders. Dus dit zijn de vier erfgenamen onder de mannen die een bepaalde erfdeel hebben gekregen. En de rest, dat zijn ashab al-asaba. Dus de vier erfgenamen onder de mannen, die hebben een bepaald erfdeel. De rest zijn ashab al-asaba. Dat zijn de erfgenamen die een onbepaald erfdeel krijgen. Of kunnen krijgen. Die een bepaald erfdeel hebben. Dus de echtgenoot, de zoon. Of half broer van de moederskant. Al-Akh Li'om is dat. En de vaders. Dus de vader en de opa. Gewoon vier. Dan heb je de vierde regel. Er zijn een aantal. Erfgenamen. Waarbij de erfdeel onveranderd blijft bepaalde erfgenamen die een bepaalde erfdeel krijgen ongeacht hun aantallen. Misschien kan het op een andere manier geformuleerd worden. Wat ik hiermee wil zeggen is zo zet de echtgenoten en die erven, die erft of 1 tweede of, die erft of 1 vierde of 1 achtste. Het maakt niet uit en het blijft hetzelfde of het nou 1 vrouw is of meerdere vrouwen. Dus als iemand komt te overlijden en hij laat bijvoorbeeld 4 vrouwen achter en kinderen. En erven de vrouwen gezamenlijk 1/8. De 1/8 moeten ze dan onder elkaar verdelen. Dus de grootte van de erf, van het bepaalde erfdeel, yani blijft onveranderd. Misschien kun je dit op een andere manier formuleren. Want die 1/8 moeten ze dan met elkaar verdelen. En als het 1/4 is, moeten de aantal vrouwen die er zijn, die de man of de man heeft achtergelaten, moeten zij daarmee doen. Zij moeten dat verdelen wat ze hebben gekregen. Of het nou 1/4 is of 1/8 is. Dus de eerste zijn Zoujaat. En de tweede Al-Jaddat. Al-Jaddat, die krijgt 1/6. Dus als er meerdere oma's zijn die recht hebben op de erfenis,
En dan moesten de 1/6 met elkaar verdelen. Wel hadden wij een voorbeeld aangehaald een aantal weken terug, dat er oma's zijn die een grotere deel, een grotere recht hebben op een grotere deel van deze 1/6 als zij van twee kanten komt. Als zij, als de bloedlijn van zowel de vader en de moeder is. Dit kun je inbeelden wanneer je met je nichtje trouwt. De oma's, die moeten de erfdeel die Allah subhanahu wa ta'ala voor hen heeft bepaald, dat is 1/6, die moeten ze met elkaar verdelen. Als er één oma is, dan krijgt ze 1/6. Als er meerdere oma's zijn, dan moeten ze die 1/6 met elkaar delen. Wel hadden wij een aantal weken geleden een bijzondere casus behandeld. Dat is wanneer een oma, kijkend naar de bloedlijnen, dan zie je dat ze zowel van de vader- en moederskant is. De ene oma. Die maakt dus hierbij een grotere aanspraak op een grotere deel van deze 1/6. Wat doen ze dan? Als er dan twee oma's zijn. Eén oma waarvan de bloedlijn alleen van de moeder is, bijvoorbeeld van de moederskant. En de andere oma, de bloedlijn is van zowel de jongen en de meisje, die met elkaar gehuwd waren. Die krijgen dan 2/3 van deze 1/6. Ja? En die andere oma, die van één bloedlijn komt, van de moederskant bijvoorbeeld, van de vrouwelijke kant, vrouwelijke geslacht, die krijgt dan 1/3 van deze 1/6. Dus de tweede. De derde, die Allah subhanahu wa ta'ala ook een bepaalde erfdeel heeft bepaald. En soms deze bepaalde erfdeel, met elkaar moeten verdelen. En dat is Banatul Ibn. Dat zijn de kleindochters. Kleindochters kunnen soms 1/6 erf. Als de dochter, een casus, als er een dochter bijvoorbeeld 1/2 erft, en er zijn dus geen, haar broers zijn er niet, dus zij is alleen, de dochter krijgt de helft, en ze krijgt alleen de helft als haar broers er niet zijn. En als zij alleen is, dan krijgt ze 1/2. Maar mocht er kleindochters zijn, en dus er zijn dus geen kleinzonen, als er kleindochters zijn, dan erft zij of zij, erft zij of hen, erven dan 1/6. En dan wordt er gezegd, takmilatan lithuluthain. En om de 2/3 te vervolmaken van de dochters, kunnen in totaal maximaal 2/3 erven. En omdat de ene dochter die in een hogere gradatie zit, die dichter bij de overledene ligt, en die heeft 1/2 geërfd, en dus de 2/3 niet vervolmaakt kan worden met de overige erfgenaam in haar gradatie, wordt er gekeken naar de gradatie onder hen. En als er één kleindochter is of meerdere kleindochters, die erven dan samen 1/6. En die moeten met elkaar verdelen, is 1/6. 1/6, ja. 1/6 plus 1/2, dat is de 2/3. En daarmee heb je dus 2/3 vervolmaakt. Is het volgende, inshallah. Als het niet begrepen is, dan moet het gewoon gezegd worden. Dan kunnen we het herhalen, inshallah. Misschien met andere woorden. De laatste erfgenamen die een bepaalde erfdeel kunnen krijgen en die het met elkaar eventueel moeten verdelen, deze erfdeel. En dat is al-akhawat li-ab. Half zussen van vaderskant. En de half zussen van vaders kant, die kunnen 1/6 erf.
En dat is wanneer volbloed zus, al-ocht al-shaqiqa, volbloed zus de helft erft. Wanneer de volbloed zus de helft heeft geërfd en er geen andere broers, zussen zijn in haar gradatie. Er zijn dus geen andere volbloedzussen of volbloedbroers. Want anders zouden ze ook niet de helft erven. Ik zeg dit erbij, omdat het in principe vanzelfsprekend is. Dat een volbloedzus de helft krijgt. Omdat ze aan bepaalde voorwaarden voldoet. Als een volbloedzus dus de helft heeft geërfd en er is een half zus van vaderskant. Er is een half zus van vaderskant of minder half zussen van vaderskant, dan erven zij 1/6. Waarom? Om die twee derde te vervolmaken. Precies hetzelfde geval, net als bij de kleindochters, die ook 1/6 erven. Om 2/3 te vervolmaken. Dit is het, inshallah ta'ala. Zijn er vragen over? Er wordt gezegd dat er bestaan geen domme vragen. Ja? Het is niet zo ingewikkeld, maar het is. Als je veel hebt gemist, dan begrijp ik wel dat het best wel moeilijk is. Wat ik jou dan adviseer, is. De vorige lessen, als je dit vervolgt, als je iets hebt met cijfers, rekenen. Nu raad ik je aan om hierachter de redactie. Opnamekamer, om ze de vorige lessen en die op te vragen. En dan die te beluisteren. En ook is er een boekje samenvatting van onze broeder. Die heeft een ander samengevat. Broeder Mohammed. Wie hier ook goed in huis is, dat is jouw boezemvriend. Die is daar ook gespecialiseerd. Als hij al heeft verteld. Gewoon vragen. Broeder Yassin, toch? Ja, dat doe ik vaak. Yassin heet het, toch? Nee. Gewoon, hij is daar heel goed in. Nee. Gewoon, hij heeft ook heel veel geschreven, uitgeprint vorig jaar. Als er vragen zijn, dan kunnen die gesteld worden, inshallah. Als blijft die vraag soms een jaar hangen, van had ik het maar gevraagd. De vraag, assalamu alaikum. En die erft de niet-islamitische familie ook. Stel, je overlijdt, ongetrouwd, en je enige familie is niet islamitisch. Nee. Het is inderdaad een van de voorwaarden om te erven dat je moslim bent. Zoals in overlevering staat, la yarithu al-muslimu al-kafir wa al-kafir al-muslim. En in Saudi-Arabië gebruikten vaak de broers dit. Naar hun broer of zus die niet bidt, bijvoorbeeld. Want bij hun is het van, als je niet bidt, dan ben je dus geen moslim. Dan wordt er vaak gedreigd van, ga nou maar bidden. Want onze vader komt misschien binnenkort overlijden. En die weet, ik ga gewoon tegen de rechter zeggen, weet je, van dat hij niet bidt. En dan ga je niet meer erf. Dan wordt hij zo onder druk gezet om toch te gaan bidden, zodat hij gaat erf. Dus inderdaad. Als je komt te overlijden en je hebt geen familieleden die moslims zijn, dan hebben zij niet het recht op jouw nalatenschap, op jouw erfenis. Misschien ook een advies
En kijken naar onze situatie. We leven in Nederland. Er wordt niet met de islamitische regelwetgevingen geregeerd. Dus wellicht is het wijs om een testament op te maken. En dat is wel raadzaam. En voor velen, voornamelijk voor broeders en zusters, die geen familieleden hebben die moslim zijn. En dan kun je op zijn minst een testament laten opstellen, zodat het naar het goede doel gaat. Waar jij daar profijt van zult hebben, inshallah. Is er nog iets wat we moeten behandelen? Hebben jullie vragen? Gewoon, neem een pen mee. Neem een pen mee. Zegt ook tegen de broeder Yassin. Als hij zijn geheugen wil opfrissen, kan hij ook weer meedoen met de lessen. Zeg, we zijn aan het einde van de eerste categorie van erfenis. En we gaan ze toets houden over Ashab al-Furud, over degene die een bepaalde erfdeel krijgen. Dus dat is wel goed voor hem om weer zijn geheugen te laten opfrissen. Eén hadden we niet beantwoord in vraag. Wat was die vraag? Eentje hadden we niet beantwoord, toch? Ja, we hadden gezegd, deze bepaalde erfgenamen, deze bepaalde erfdelen, beter gezegd, dus 1 tweede, 1 vierde, 1 achtste, of 2 derde, 1 derde, 1 zesde, ja, die kunnen zich niet twee keer voordoen in één casus. Behalve, hadden we gezegd, 1 tweede en 1 zesde. Welke zijn dat? Als het gaat om 1 tweede, hadden we gezegd, een casus, net als echtgenoot en een volbloed zus. Een echtgenoot krijgt dan 1 tweede en een volbloed zus krijgt 1 tweede. En betreft 1 zesde. En wie kan 1 zesde krijgen? Een moeder kan 1 zesde krijgen. Een oom. Wie nog meer? Oma's komen te vervallen. Als er een moeder is, dan heeft de oma geen recht op een soedus, op een zesde. Wie kan nog meer een zesde krijgen? Half zussen van vaderskant. Ocht. Leon. 1 zesde. Maar dan oké, klopt deze casus dan als ik hem zo laat? Of concentreer je beter op wie erft allemaal 1 zesde? He, dus of een halfbloed zus of halfbloed broer, wie nog meer? Kleindochter? Ja, maar halfbroer, ja. Als ik het nou zo doe bijvoorbeeld. Kijk, als je half zus, half broer doet, dan moet je ook heel veel erfgenaam erbij doen. Zodat de casus klopt. Dus een eb. Hoe krijgt een eb? Hoe kan die krijgen? Hij kan ook 1 zesde krijgen, toch? Als er een zoon is, krijgt het al-Baqi. Nou, gewoon deze casus heb je dus 2 erfgenamen die 1 zesde krijgen. En de rest
krijgt de zoon. Die krijgt het meeste. Geval, het is best wel laat. Ik wou nog heel kort biografie behandelen. Een biografie van de profeet sallallahu alaihi wasallam, yani behandelbaar heel kort. Ongeveer 5 minuten. Om het daarmee af te sluiten.